Hartelijk welkom op 25 juli 2014. Het loopt tegen de klok van 3 uur in de middag. En u gaat getuige zijn van het huwelijk van Gino en Monique. Zij wonen hierachter op Bizetstraat 25 en de auto staat al klaar. Nou, een schitterende auto. Volgens mij is het misschien wel een T-Ford. We hebben een mooie kaart gekregen. En eigenlijk maken we deze reportage voor de zus van Monique, de dochter van Bob Offringa. Dat is Angelique. En voor Gerrit, Tjerita en Sydney. Zij wonen in Amerika, de staat New Hampshire en de stad Hampton. Voor degene die het weten wil, tussen Portland en Boston. Dus laten we zeggen aan deze kant. Voor hun familie maken we deze schitterende, op voorhand al schitterende bruidsreportage. En straks komt het treintje binnenrijden, het parkeertreintje op. En gaan we richting het gemeentehuis. Dat alles voor Gino en Monique. Ja, en voordat we naar het gemeentehuis gaan, moeten we natuurlijk even de temperatuur peilen bij het aanstaande echtpaar. We beginnen met Monique. Monique, het is nu nog niet zover, straks wel. Aha. Wat gaat er door je heen? Nou, ik begin nou wel een beetje spannend te worden, ja. Ja, ik krijg het behoorlijk warm. Maar je hebt inderdaad wel een trui aan, een jurk aan, die nogal wat kan hebben, toch? Jawel, dat komt helemaal goed. We zijn al door de regen gelopen, dus het komt helemaal goed. En wat we natuurlijk allemaal willen weten, de jurk. Zijde, crème. Ja, ik vond hem gewoon mooi, eigenlijk. Hoe lang hangt hij al in de kast? Een maand of 4, 5. Ja, en hij had nog niks gezien, dus dat hebben we goed gedaan. Nee, maar dat gaat heel klassiek zo, hè? Ja. Tenminste, bij jullie ook zo, dat je naar de winkel gaat en niemand mag wat zien. Nee, en ook zeker niet de aanstaande bruid? Nee, hij heeft niks gezien. Hij wist niks. Okay. Dus het was een verrassing. Okay. Ja? Hoe kom je aan hem? Want hij komt niet uit Nederland. Het is wel bijna Nederland, maar... Nee, het is een Belg en ik heb hem gevonden in Duitsland. Vooruit.
Ja. Vertel even in het kort, hoe ging dat? Op vakantie. Onze meiden werden vriendinnetjes. En wij ook. En wij werden ook vriendinnetjes, ja. Gaat helemaal goed. Hey, maar hoe moet dat nou verder? Even naar Gino. Mag ik even voor jou langs? Ja. Gino, jij komt uit België. Is de bedoeling dat je Monique meeneemt de grens over of kom je hier naartoe? Ik laat Monique lekker hier. Ik zal wel zorgen dat ik ergens hier kan blijven. Ja? Op termijn, ja. Absoluut. Ja. Ja. Want uiteindelijk zeg je straks ja, dan moeten we natuurlijk straks ook even de kus. Hè. Daar gaat het natuurlijk straks om. Ja, daar gaat het heel erg om. En jij werkt nog in België? Of? Nee, ik werk dus wel in België. Momenteel nog wel, ja. Inderdaad. Wat je zegt momenteel, wat is de bedoeling dan? Ja, ik hoop ook toekomstgericht natuurlijk nog eventjes opletten voor ons samen. Toch hier een jobje te gaan zoeken en te vinden en er met toch wat te settelen toch. Ja. Oké. Ja. Dus geen probleem om in Nederland te komen? Ik heb daar geen problemen mee persoonlijk, nee. Nou, wij ook niet, toch Monique? Nee, absoluut niet. Graag. Ja, graag. We gaan straks in die theefort en je gasten gaan in het treintje. Ja, we gaan zomaar naar het gemeentehuis. Ja. Perfect. Ik heb er zin in. Okay. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Goed, nou, dit was natuurlijk allemaal voor de film van voor Angelique, die weliswaar op televisie meekijkt, maar het wel allemaal meemaakt. Heeft u zich voorbereid op deze heugelijke gebeurtenis? Door eens een gesprek te hebben met het bruidspaar en dan daar inspiratie uit halen. Ja, ja. Ja. Ik ben erg benieuwd, want ze vinden het erg leuk om te trouwen. Ja, dat heb ik zeker zin in, ja. Reacties op bepaalde dingen. Als jullie bijvoorbeeld samen een filmpje kijken, dan kan je nog wel eens volschieten. Ja, dat kan ik me dan ook wel iets bij voorstellen. Maar volgens mij kan jij dat ook wel een beetje zien, want dat las ik ook wel. Alleen die romantische films, daar ben je niet zo heel... Nee, dat hoeft van jou niet, maar ja. Goed. En weet je, je bent een goede mama voor iedereen. Dat is super. En iedereen kan het goed vinden met elkaar. Het is natuurlijk ook heel belangrijk als twee mensen bij elkaar komen, twee gezinnen eigenlijk één geheel moeten gaan vormen. Weet je, zolang er maar geen leugens of onrechtvaardigheid is,
Dan hoef je je nergens boos over te maken. Als dat wel is, dan ben je boos. En dat mag terecht. Ik zei ook van, goh, wat vind je minder leuk aan iemand? Hè? Nou, sommigen hebben wel wat, sommigen niks. Maar jij zegt, ja, wat is minder, schrijf je op. Jij wil altijd alles tegelijk doen. Ja. Heleboel dingen bij elkaar. Soms is het niet eens te realiseren. En je kan ook... Oh, kijk, je herkent het. Ja. En je bent ook goed in het lik op stuk geven wanneer dat in jouw ogen nodig is. Ik wil je eigenlijk beloven dat wij... Dat ik voor jou zal zorgen als je mij ooit de kans geeft, tenminste. En dat ik jouw zorgen en jouw dromen wil delen. En dat ik jouw beste vriend, je maatje en je soulmate wil zijn. Voor nu en daarna. Heel ver daarna. Weet je wel? En dat is wat ik jou wilde zeggen. Maar je hoeft niks terug te zeggen. Nou, ik heb ook niets opgeschreven of gerepeteerd of weet ik veel. Want ik vind, door het feit dat ik hier in de muur zit, dat wil dat heel veel zeggen. Mm-hmm. En ik kan dat heel kort houden. Hè. Ik hoop dat ik nog heel veel ontbijtjes voor u mag maken. Yeah. Dat je nog heel veel van kunt genieten. Dat we nog heel veel dingen mogen beleven samen. We hebben al heel veel beleefd. Goeie, minder goede dingen. Ja. Ik hoop dat we dat in de toekomst kunnen blijven doen. Sowieso. Komt eraan. Ik het uit, sorry, want... Rachel, goed. Hendricks, neem je aan tot wettig echtgenote. Monique Offringa, en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is op jouw antwoord? Ja. Ja. Monique Offringa, neem je aan tot wettige echtgenoot Gino, Julien, Rachel, Hendricks. En beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is op jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerstand dat huwelijk is voltrokken en geef elkaar die kus, want jullie zijn getrouwd. Lieve Sarah, wil jij mijn stiefdochter worden, schat? Ja. Alleen om. Cool. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Hebben we even de tijd? Want we hadden weliswaar geen verbinding met Hampton of daar in de buurt. Ja. Maar als jij even op camera voor je zus een kus wil geven, dan komt het helemaal goed. Oké, Liek, een hele dikke knuffel van ons. Mwah. We hebben je gemist. Beautiful. We hebben natuurlijk de trouwkaart hier in beeld met twee armen, zo te zien een jongens- en een meisjesarm. Van natuurlijk nu het bruidspaar, althans de getrouwden. We moeten even het bewijs hebben dat jullie dat ook echt zijn. Kijk eens. Even kijken. Oh ja. Ja.
Is er nog een vrouwenmodel of een mannenbedrijf? Nee, zijn ze allebei hetzelfde. Helemaal identiek. Unisex. Ja, dat doen ze bij jullie zo. Ja, dat is zo. Nou, het bewijs is geleverd. Ja, nu de plechtigheid is afgelopen in het gemeentehuis, staan we weer gewoon met twee voetjes op de grond bij Zesstraat 25. En Monique wil vast nog wel iets zeggen tegen haar zus Angelique in Amerika. Liekie, jammer dat het niet gelukt is met de Skype. Maar ik heb begrepen dat onze nicht je via de telefoon het een en ander heeft doorgestuurd. Dus je bent helemaal op de hoogte. We vonden het heel jammer dat je er niet bij kon zijn. Maar het was tot nu toe al een super mooie dag. En ja, we missen je wel. Ik hou van je. Nou, dit zijn de berichten uit Bunschoten van een zielsgelukkige Monique en Gino. Of misschien zeggen we gewoon Gino. Maar ik vind Gino mooi. Dit was de trouwpartij van zogezegd Monique en Gino. Dag.